Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. Grondconversie Unit moet staatsbesluit helpen uitvoeren. Ministerie van Onderwijs informeert media omtrent recente ontwikkelingen. NV Havenbeheer houdt full-scale exercise binnen maritieme sector. LVV verzorgt irrigatiemanagement training aan landbouwers. En training keukenassistent niveau 1 moet horeca verder professionaliseren. Om burgers meer rechtszekerheid op hun grond te geven, heeft de regering besloten het omzetten van grondhuur en erfpacht naar eigendom integraal vast te stellen per staatsbesluit. Speciaal voor de uitvoering van dit staatsbesluit is er een grondconversieunit in het leven geroepen. Het team dat vrijdag voor de duur van een jaar door president Chandrika Prasad Santokhi is geïnstalleerd, wordt voorgezeten door Christian Kaloor. Onder voorzitter Ricardo Vreden stond de communicatiedienst Suriname na de installatie als volgt te woord. Specifieke taken voor deze unit zijn eigenlijk het controleren van de aanvragen die ingediend zullen worden voor verzoek van conversie. Dus het omzetten van grondhuur en erfpacht naar eigendom. De unit moet dan deze aanvraag controleren en afhandelen. Zo snel mogelijk is een periode aangegeven, volgens mij 2 maanden. En binnen die periode moet eigenlijk de aanvrager te horen krijgen als zijn verzoek goedgekeurd is. En daarna krijgt hij dan zijn beschikking waarmee hij naar de notaris gaat. En dan gaat de notaris een akte opmaken en die akte wordt dan overgeschreven in de openbare registers. Deskundigheid en ervaring, sowieso de voorzitter, notaris Karel. Deskundig, oud notaris. De heer Bahadur Singh, de heer Koda Baks, die zijn sowieso ervaren, voor mij zijn ze ook al met pensioen, weet niet precies, maar zijn sowieso ervaren ambtenaren waarmee ik ook eerder gewerkt heb. Ik denk dat we samen gewerkt sowieso met GBB. De ruimte, ik heb net begrepen dat de ruimte aan het Kerkplein is, het nummer ken ik nog niet. En ik denk ook met de notarissen en ook met OW. 1 november moeten we starten en dat betekent dat we al gereed moeten zijn om aanvragen te ontvangen. Bij het indienen van een aanvraag krijgt de aanvrager een ontvangstbewijs. En naarmate van binnenkomst worden de aanvragen afgehandeld. De bemanning wordt benoemd voor een jaar. Dus het hangt eigenlijk ook ervan af hoeveel, wat animo is. Hoeveel percelen geconfronteerd worden. Hoeveel nog overblijven. Want je bent niet verplicht. Dus als je je perceel, als je het recht van erfpacht of grondhuur gewoon nog wil behouden, dan mag je dat. We gaan bepaalde districten sowieso moeten aandoen. Bijvoorbeeld Nikeri. Albina. Mungo, die plekken gaan we zeker aan moeten doen, omdat het moeilijk is voor die burgers om naar Paramaribo te komen. Misschien wel makkelijk, maar het kost nu veel geld. Dus het is denk ik beter dat de unit leden daar naartoe stuurt om het aanvragen te vermakkelijken.
Binnen het onderwijsveld hebben zich de afgelopen periode enkele ontwikkelingen voorgedaan die ook de nodige media-aandacht hebben gekregen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft daarom besloten de media meer duidelijkheid over zaken te verschaffen. Dit gebeurde tijdens een persconferentie op vrijdag 27 oktober. Hierbij is de departementsleiding, voorgezeten door minister Henry Orrie, als volgt ingegaan op de laatste ontwikkelingen en andere aspecten het onderwijsministerie rakende. Allereerst wil ik beginnen met de situatie rond onderwijs. We zijn gestart 2 oktober met het nieuw schooljaar en daar zien we wat uitdagingen. We zien dat er op een aantal gebieden wat zaken nog niet voldoende goed lopen. En dat zijn zaken met te maken hebben met plaatsing, heeft te maken met meubilair, met busvervoer. We zitten nu in een situatie dat we steeds meer grip op de zaak kunnen krijgen. Maar misschien is het goed om te beginnen met basisonderwijs, waar wij toch zien dat langzamerhand zaken te organiseren. Maar ik zal even aan mevrouw Poessen vragen voor basisonderwijs het nodige te zeggen wat de situatie is. Met betrekking tot basisonderwijs, we zijn gestart. Er zijn wel nog 362 leerlingen die geplaatst moeten worden op scholen. Dit ligt aan een aantal factoren. Sommige ouders hebben zich laat aangemeld om het kind te laten inschrijven, wegens vakantie en andere omstandigheden. Maar er wordt keihard eraan gewerkt om ook deze leerlingen op een school te plaatsen. Sommige scholen hebben we wel een systeem van AB-systeem. Dat houdt in dat ze niet elke dag naar school gaan. Dit alleen om de leerlingen zo dichtbij mogelijk van huis op school te plaatsen. En toch nog de leerlingen ergens op school te hebben. De grote klassen zijn dan gevormd. En om invulling te geven aan het onderwijsproces is dan gewerkt om het AB-systeem te introduceren. 3 dagen in de week op school en de volgende week 2 dagen aansluitend met de andere groep, waardoor ze dan toch wel onderwijs genieten. Dat was voorlopig met betrekking tot basisonderwijs. Ik kan ook misschien gelijk erbij vermelden dat er nieuwe leerboeken zijn ontworpen, helemaal gericht in het context van de Surinaamse onderwijscultuur en heel betekenisvol gemaakt voor de leerlingen. Deze boeken zijn reeds aangekomen in Suriname en als alles naar wens verloopt, worden ze volgende week gedistribueerd aan de scholen. De leerkrachten krijgen informatie hoe om te gaan met deze boeken en ze hebben ook een hulplijn als ze vastzitten tijdens de lessen dat ze ook contact gaan maken. Al deze informaties worden met de leerkrachten gedeeld. Ze worden dus eigenlijk gecoacht in het gebruik van de boeken. De situatie bij de VOS-scholen ziet er redelijk goed uit. Die zijn ook ondertussen begonnen. En we hebben daar alleen wat perikelen die te maken hebben met infrastructuur wat gebouwen betreft. Er zijn wat scholen die we zullen helpen met een stukje renovatie. Want de situatie van een aantal van onze VOS-scholen is niet aan de goede kant toe te schrijven. Maar daar zullen wat aantal zaken dus snel worden opgepakt. We hebben de grootste zorgen zitten bij het VOJ, waarbij we zien dat vooral de doorstroom van natuurlijk leerjaar 10 naar natuurlijk zowel de MULO als natuurlijk naar beroepsonderwijs een nodige problemen geeft. We hebben in een nieuwe aanpak academisch gericht onderwijs, waarbij de doorverwijzing heeft plaatsgevonden. En we hebben aan de andere kant beroepsonderwijs. En bij die doorverwijzing van die assessment van leerjaar 10 hebben we ook gezien dat er nogal heel veel leerlingen door zijn gestuurd naar het lager beroepsonderwijs.
NV Havenbeheer Suriname heeft op donderdag 26 oktober de oefening Full Scale Exercise op volledige schaal uitgevoerd, waaraan 16 diensten en bedrijven hebben meegedaan. Deze Full Scale Exercise heeft een multidisciplinair karakter en vraagt om een praktische uitvoering. Het doel hiervan was om de onderlinge samenwerking met de diverse diensten te toetsen, maar ook om de paraatheid en vaardigheden bij het uitvoeren van de beveiligings- en veiligheidstaken binnen de maritieme sector te vergroten. Zoals de directeur Havenbeheerraad zou hebben aangegeven, is er vandaag een exercise geweest met waar verschillende diensten een bijdrage aan hebben geleverd. Het stond allemaal in eerste aanleg onder supervisie van havenbeheer. Maar tegelijkertijd hebben nagenoeg alle veiligheidsdiensten en anderen, dus ik denk aan de gezondheidszorg, ik denk aan de brandweer enzovoort, die hebben de gelegenheid gehad om vandaag gelijk ook even na te gaan hoe de samenwerking, ja, tussen de verschillende diensten eruit ziet. Ze hebben de gelegenheid gehad om even na te gaan. 1. De alertheid, hun paraatheid en evenzeer hun geoefendheid voor wanneer er zich plotseling calamiteit zou voordoen. Het is hopen en bidden dat wat vandaag beoefend is, dat het nooit werkelijkheid wordt. Maar Suriname is deel van een wereld, is deel van de wereld. Ja, wat eerder niet is gebeurd, betekent niet dat het morgen niet zal gaan gebeuren. Dus de oefening van vandaag, ja, waarbij de verschillende diensten de gelegenheid hebben gehad om, zoals ik eerder aangaf, de paraatheid na te gaan, de geoefendheid, alles dat de mensen, de deelnemers eerder is bijgebracht om dat in de praktijk toe te passen. Ja, waar er tekortkomingen zijn, dat de verschillende diensten de gelegenheid krijgen of hebben gekregen vandaag om in klein verband te gaan evalueren en de aanpassingen door te voeren. Op het commissariaat Groningen in het district Saramaca hebben vandaag ongeveer 33 landbouwers de training irrigatiemanagement in groentegewassen, fertigatie en componenten gevolgd. De training die voortvloeit uit het LVV-IDB-project Strengthening of Open Field Vegetable Production werd op donderdag 26 oktober verzorgd door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De trainers hebben de participanten theoretische informatie verstrekt over het efficiënt gebruik van irrigatiewater middels gebruik van een fertigatiesysteem. Fertigatie is namelijk een samentrekking van irrigatie en fertilisatie. Via een irrigatiesysteem worden water en kunstmest of andere bodemverbeteraars gelijktijdig bij de plant gebracht. Binnenkort mogen de participanten het aangeleerde tijdens de praktische trainingsdag aanschouwen en uitvoeren. Het Suriname Hospitality and Tourism Training Center is in samenwerking met het bureau gemeenschapsprojecten van start gegaan met de training
keukenassistentniveau 1 in Nikeri. Middels deze training wordt beoogd voornamelijk keukenpersoneel uit de horecasector verder te professionaliseren. Het opleidingstraject dat op maandag 23 oktober van start is gegaan, wordt zaterdag middels een certificaatuitreiking afgesloten. De training Keukenassistent Niveau 1 leidt ambitieuze individuen op en stoomt ze klaar voor de veel eisende en boeiende wereld van de keuken. De cursisten worden middels een intensief programma culinaire vaardigheden en professionele houdingen bijgebracht door trainer Nicole Tongsang. Het SHTTC streeft ernaar om middels opleidingen en trainingen de kwaliteit van producten en diensten binnen het toerisme en de horeca te verbeteren. Directeur Nassara Kranenburg is ingenomen met deze ontwikkeling. Het ligt in de bedoeling om ook andere trainingen in Nikeri te verzorgen en de horecasector in dit district een boost te geven. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.